Dankjewel om te luisteren naar onze trailer van de klas Uniekwerking van de Taborschool van Maria Aalter. Onze leuze is: klas uniek omdat elk kind uniek is. Wat we daarmee willen zeggen, ga je in het vervolg van dit filmpje te horen krijgen. In de kleuterschool is spelen leren en leren spelen. Kleuters ontwikkelen al spelend. Hun spel is nooit zonder betekenis. We beginnen met een filmpje om dit te illustreren. We danken je voor het vertrouwen en we wensen je een interessant luister- en kijkmoment. Weet je, ik leer wanneer ik speel. Ik leer passen, bouwen, meten, misschien word ik wel huizenbouwer of uitvinder. Weet je, ik leer wanneer ik speel. Ik leer telen, samenwerken, rollen spelen. Misschien word ik wel kok of kinderverzorgster. Weet je, ik leer wanneer ik speel. Ik leer goed vertellen. Misschien word ik wel juf of dichter. Zoek hoe de wereld in elkaar zit. Misschien word ik wel boer of wetenschapper. Weet je, ik leer wanneer ik speel. Ik leer mij concentreren en problemen oplossen. En misschien word ik later klaarman. Weet je, ik leer wanneer ik speel. Ik leer rekenen en communiceren. Misschien word ik wel marktkramer of tegenwoordige. Wat is een klas uniek? Kleuters van alle leeftijden spelen en leren samen in één klasgroep of leefgroep. Het is een organisatievorm die toelaat om bepaalde principes of een bepaalde visie meer te benadrukken. Wat onze principes hierbij zijn, leggen we straks uit. Waarom nu? Onze visie op goed kleuteronderwijs is door de jaren geëvolueerd, onder meer door toedoen van de nieuwe werk- en leerplannen. ZIL. Scholen worden gestimuleerd om een eigen project uit te werken. We werken bijna 10 jaar met klasgroepen, waarbij 2 leeftijden gemengd worden. Waarom nu? Aan deze stap ging een voorbereidende periode van 3 jaar vooraf. In die tijd bezochten wij veel scholen die ook zo werken. Gedurende deze 3 jaar zagen wij zoveel voordelen. De bezoeken prikkelden ons en we kregen steeds meer zin om zelf met de verschillende leeftijden aan de slag te gaan. We ontdekken hoe verrijkend het is voor de kleuters. We worden geen methodeschool. Het concept vindt op meer en meer kleuterscholen zijn ingang. Onze uitgangspunten. Samen is een sleutelwoord. Coöperatief en positief is hoe we kijken. Elk kind mag op zijn manier ontwikkelen. We denken procesgericht. Kinderen leren van elkaar. Zowel de jongste
als de oudste worden actief aan het denken gezet. Jonge kinderen leren van oudere kleuters. Ze krijgen voortdurend een taalbad aangereikt. Ze horen hen iets uitleggen. Ze kijken naar een demonstratie van de ouderen. Maar ook de oudere kleuters worden aan het denken gezet. Ze zullen vragen krijgen en nieuwsgierige of vragende blikken ontvangen van de jongeren. Zo gaan ze actief moeten nadenken en antwoorden formuleren. Onderzoek heeft aangetoond dat je inzicht groeit door de dingen zelf te moeten uitleggen. Zo ontstaat er een wisselwerking tussen de verschillende leeftijden. Nog enkele uitgangspunten. Elk kind heeft talent. We willen een gevarieerd klasgebeuren en een natuurlijke omgeving. Klein en groot nemen initiatief en verantwoordelijkheid. Onze bedoeling is leren met meer hoesting. Ik mag voortdurend samenwerken, overleggen, problemen oplossen, initiatief nemen, inzichten hanteren, leren leren. Ik kan gedurende mijn kleuterjaren het gevoel ervaren van opkijken naar anderen en vanzelf het voorbeeld geven. Ik kan gelijken vinden in interesse, tempo en niveau. Ik draag zorg voor iedereen en iedereen helpt mee. Ik leer zowel spontaan als georganiseerd. Later, als ik groot ben, werk ik toch ook met collega's van verschillende leeftijden? De peuters leren ook met meer goesting. Als peutertje stap ik in met een kleiner aantal. Ben ik minder gefrustreerd? Kan ik terugvallen op een stevige basis? Ben ik zo blij dat de juf tijd voor me heeft en me extra knuffels kan geven? Hier leg ik mijn basisvertrouwen. De hoeken staan centraal. Sterke speel- en leerzones waarin spelend leren centraal staat. In elke klas zijn er sterke speel- en leerzones. Ze vormen de basis van ons hoekenwerk. Ze worden steeds uitgebreid en aangepast voor de verschillende leeftijden. Nieuwe klemtonen bij het uitwerken van thema's. We zetten leren van elkaar centraal, jong van oud, maar ook omgekeerd. We kiezen werkvormen die de zelfsturing, het initiatief en de verantwoordelijkheid stimuleren. Naast rollenspel, fantasiespel, zijn er ook veel speel- en leerzones waarin de kleuters oplossingsgericht aan de slag moeten. Er worden stappenplannen aangereikt. De kleuters krijgen opdrachten die in hun leefboek moeten gemaakt worden. Er kan heel veel zelfstandig in kleine groepen gewerkt worden. Het onderzoekend leren krijgt een vaste plaats in het aanbod. Onderzoekend leren is een leerproces waarbij men door systematisch te denken en te handelen antwoorden probeert te vinden op onderzoeksvragen. Kleuters stellen doorheen de dag heel veel vragen. Ze zijn nieuwsgierig. We willen ze graag de ruimte geven om zelf antwoorden te vinden. Bijvoorbeeld informatie zoeken op het internet, in de klasbiep, met materialen uit de speel- en leerzones. We reiken hen een stappenplan aan door middel van een onderzoeksblaadje. Wij sturen bij en helpen hen tijdens hun zoektocht. We benadrukken het proces van een activiteit. Het product is niet altijd het belangrijkste. Even een voorbeeld. De kleuters werken in het knutselatelier aan een knutselwerkje. Het heeft geen zin dat de juf er zelf een netjes afgewerkt product van maakt. Het moet van de kleuters zelf komen.
Ze leren verschillende technieken gebruiken, eerst een ontwerpplan in hun hoofd, uittesten hoe ze verschillende materialen aan elkaar kunnen vastmaken, hoe ze het gaan versieren en zo verder. Ze leren probleemoplossend denken. We kiezen voor een natuurlijk milieu, waarin kinderen van elkaar leren. Dit merken we aan de keuze van het spel- en leermateriaal, de benadering van onderwerpen, de uitwerking van de thema's. Differentiëren. We observeren en bekijken elke individuele kleuter. Wat heeft dit kind nu nodig om te ontwikkelen? We sturen steeds ons aanbod bij. We hebben gevarieerde speel- en leerzones, hoeken, met gradatie voor de verschillende leeftijden. Bijvoorbeeld de bouwhoek. Er zijn grote en kleine materialen. De jongste kleuters zullen eerder vrij exploreren en bouwen. Oudere kleuters kunnen zelf een ontwerp tekenen of een stappenplan gebruiken of een foto namaken. Sommige kleuters zullen een eenvoudig stappenplan hanteren en andere zullen al een ingewikkeld kunnen aflezen. Even belangrijk is ook het samen tot iets komen, waarbij de verschillende leeftijden een inbreng kunnen doen en ze geleerde afspraken moeten hanteren. We werken met kleurencodes voor de puzzelhoek, de gezelschapsspelletjes en klein constructiemateriaal. De materialen krijgen een gekleurde stip en worden in passende kasten opgeborgen. Lesgeven, moetjes, magjes en contracten. Vijfjarigen maken contractjes. Vierjarigen maken moetjes, magjes. Of naar gelang hun ontwikkeling of hun interesse. Hiermee beogen we doelstellingen zoals taakgerichtheid, zelfsturing, concentratie. Na de herfstvakantie starten we contractwerk op voor onze derde kleuters en moetjes en magjes voor de tweede kleuters. Ze leren plannen en terugblikken, ze leren zelfstandig werken en plichtsbewust met een opdracht omgaan. We werken met vier stamgroepen. De knuffelberen zijn onze peutertjes. De wasberen, eerste kleuterklas. De pandaberen, tweede kleuterklas. En de bruine beren, de derde kleuterklas. Leefgroepen maken. We zorgen voor evenwichtige startgroepen, met kleuters van elke leeftijd of elke stamgroep. In principe blijven de kleuters altijd in de groep waarin ze zijn gestart. Broertjes en zusjes komen niet in dezelfde groep. Bij meerlingen laten we de keuze aan de ouders. Uitzonderingen bevestigen de regel. We denken hierbij aan maatregelen in functie van het M-decreet, of kleuters met specifieke zorgen. Instapmomenten. Telkens er kleuters of peuters bijkomen, worden de groepen gelijkmatig aangevuld. Lesgeven aan de stamgroepen. De bruine beren hebben af en toe een brugactiviteit met het eerste leerjaar. In het derde trimester gaan de bruine beren vaak naar het eerste leerjaar. Bepaalde muzische uitstappen kunnen soms eens enkel voor een bepaalde leeftijd zijn. De knuffelberen en sommige wasberen gaan 's middags naar het slaapklasje. Als de knuffelberen slapen, neemt de juf de tijd om een moeilijker verhaal te vertellen, een denkactiviteit specifiek voor de oudste te spelen. Ook de kinderverzorgster is er voor alle klassen en specifiek voor de jongste kleuters. De groep kan op deze manier ook eens opgesplitst worden.
De leerlingen van de lagere school komen soms eens voorlezen of een gezelschapsspelletje spelen voor een bepaalde groep. Het medisch schooltoezicht. Het werken in zorggroepjes kan stamgroepgebonden zijn. Lesgeven aan de stamgroepen, of juist niet. De gymlessen zullen in de gemengde groepen plaatsvinden. Het onthaal gebeurt ook in een gemengde groep. De kalenders, planning is hanteerbaar voor de verschillende leeftijden. Verschillende kringactiviteiten worden ook gegeven voor de verschillende leeftijden, met veel gradatie en variatie in het aanbod. Naar het eerste leerjaar. Er wordt doelgericht gewerkt aan de schoolrijpheid en de kleuters worden grondig gescreend gedurende hun volledige kleuterloopbaan. De ouders worden altijd grondig geïnformeerd over de ontwikkeling van hun kleuter. En dan maken ze de sprong naar het eerste leerjaar. Ouders zijn welkom op school. Tweemaal per jaar organiseren wij een oudercontact. Driemaal per jaar doen we een babbelmomentje. De ouders zijn dan welkom in de klas. Je geniet van je spelende kleuter en je doet een babbeltje met de juf. Op woensdag kiezen we voor zachte landing. Breng je peuter of kleuter naar de klas en blijf even meegenieten tot 9 uur. Bij een instapmoment mogen de peuters ook in de klas gebracht worden. Wil je meer weten? Ons leerplan heet ZIL. ZIL staat voor Zin in Leren, Zin in Leven. Via de link op deze dia kan je doorklikken naar de leerplansite en daar kan je meer lezen. Ben je nog nieuwsgierig? De Franse pedagoge Céline Alvarez heeft baanbrekend onderzoek gevoerd naar het werken in klassen met alle leeftijden samen. Ze schreef er een boek over dat de naam De Natuurwetten van het Kind meekreeg. In Frankrijk werd het boek een echte bestseller. Ook in België zijn er heel veel exemplaren van over de toonbank gegaan. Stuur ons jouw vragen door. Heb je nog vragen? Stuur ze ons door op schoolsintmariaalter@taborscholen.be. Op onze website maken we een pagina met vak. Daar vindt iedereen de antwoorden op de meest gestelde vragen. Wil je liever een persoonlijk onderhoud? Dat kan ook. Vraag het via hetzelfde e-mailadres of via de juffen.